Van harte welkom nogmaals bij het Altus Go webinar met twee onderwerpen. Nummertje 1, Hunt en Select en nummertje 2, Print CV. Daar ga ik zo meteen een hele hoop meer over vertellen. Bij mij is mijn collega Martijn. Martijn. Goedemiddag aanwezig inderdaad. Ik ben Martijn Veningen, ben jullie co-host van vandaag. Alle vragen kunnen jullie kwijt in het vragenveld. Ik zal kijken wat ik zelf kan beantwoorden en de rest leg ik bij mijn collega Bastiaan voor. Ja, helemaal goed. Dus dat ik heel slecht te verstaan ben, misschien als ik iets harder praat. Ja, dat zei ik net ook al. Je klinkt een beetje als heel erg mellow-achtige persoon. Maar ik versta je in ieder geval wel. Dus het is zachtjes, maar ik versta je wel. Ik zie inderdaad van meerdere mensen dat ik niet te horen ben. De vragen zal ik... Oh, nu wordt hij harder, nu wordt hij harder. Je bent op een knopje aan het drukken dat hij harder wordt, Martijn. De vragen zie ik in ieder geval binnenkomen. Die zal ik gewoon aan jou voorstellen, Bastiaan. Dus die moet wel goed komen. Het was gewoon stiekem een test, hè. Gewoon heel erg zachtjes beginnen om te checken of die vragen werken. Dus, maar de vragen precies. Werken. Dus heb je vragen tijdens het webinar, stel ze dan via het vragenpaneel aan de rechterkant. Op het moment dat je nou vragen hebt die niet tijdens het webinar beantwoord worden, kan je vandaag en morgen een mailtje sturen naar gowebinar@autos.nl. Dat is dus alleen maar vandaag en morgen voor de punten die we in het webinar bespreken. En dan kunnen we op die manier alsnog jouw vragen beantwoorden die niet tijdens het webinar beantwoord kunnen worden. En natuurlijk, mocht je leuke, grappige of originele feedback hebben, dan kan je die ook aan ons stellen. En dat vinden we het leuk als je dat via de Twitter doet. En dat kan via hashtag AltusGo. Ik ben even aan het kijken. Je ziet nog niet mijn scherm. Martijn is nog de organisator. Ben ik nou? Ik zag jouw scherm. Enorm aan het klooien? Nee, je ziet het nog eens. Ik zag jouw scherm. Oké, ik heb hem weer teruggezet. Nou, dan zat ik ook nog eventjes... voor de liefhebbers de webcam aanzetten. Als die dat doet. Ja, die doet dat. Maar dan zie je ook dat ik zeg maar hier live en kicking ben. Twee onderwerpen dus voor vandaag. Onderwerp nummertje 1, Hunt en Select. Hunt en Select functionaliteit is ervoor gemaakt om snel te searchen in je database en goed bij te houden welke kandidaten je voor bepaalde vacatures interessant vindt en welke je minder interessant vindt. En hoofdonderwerp nummertje 2 is het Print CV. Dat op het moment dat je nou die kandidaat hebt gevonden en je hebt gepolst of die interesse heeft, in een gesprek met hem gehad, et cetera. En je wil hem gaan voorstellen hoe je dat doet door middel van een mooi voorstelsysteem en rechtstreeks vanuit jouw Altus systeem. We beginnen meteen met het eerste onderwerp, Hunt en Select. Het is een functionaliteit die we eigenlijk al een hele lange tijd in de Altus back-office hebben gehad. Alleen een van die pareltjes waar heel veel klanten niets van wisten. Dus toen wij bezig waren met Altus Go, dachten we van joh, nummertje 1, dat moeten we zeker in Altus Go hebben. Nummertje 2, dat willen we op bepaalde plekken nog wat verder verbeteren. En nummer 3, we willen dat zoveel mogelijk klanten weten van het bestaan en dat ze er dus ook gebruik van kunnen gaan maken. Het is dus ervoor bedoeld om kandidaten te zoeken in je systeem. In de meeste gevallen doe je dat op basis van een vacature. Dus in de meeste gevallen heb je een vacature openstaan en zeg je, hey, ik ga nu op zoek naar geschikte kandidaten voor deze vacature. Het kan echter ook zo zijn dat je zegt van, ja, maar ik heb eigenlijk geen concrete vacature, maar ik ben gewoon heel in algemene zin op zoek naar een bepaald type kandidaten. Nou, kan je er natuurlijk een vacature voor maken, maar dan kan je ook werken op basis van een filter. En tenslotte is het ook nog eens mogelijk om dit gewoon on the fly te doen. Dus dat je gewoon op een willekeurig moment zegt van, hey, ik wil even een lijstje maken met kandidaten die ik geschikt en niet geschikt en et cetera vind. Mijn advies zou wel zijn om het te doen op basis van een vacature. Zo ga ik hem zo meteen ook laten zien. Het voordeel is dat de kandidaten dan altijd zeg maar gekoppeld zijn of in ieder geval gemarkeerd zijn voor die specifieke vacature. Nou, de gedachte achter Hunt en Select is als je gaat searchen dat je markeringen kan maken. En die markeringen hebben we in 3 verschillende smaakjes. Smaakje nummertje 1. Dit vind ik een interessante kandidaat voor deze vacature. Nogmaals, je doet het voor een vacature of voor een filter of on the fly, maar in de meeste gevallen is het voor een vacature. En met die markeringen interessant geef je aan dat die interessant is voor die specifieke vacature. Het betekent niet dat je zegt van, joh, dit vind ik een totaal oninteressante kandidaat. Nee, het is puur specifiek voor die vacature. Nou, de tweede optie is, ik vind hem niet interessant voor die vacature. Gaat natuurlijk ook weer voor die vacature. En nummertje 3 is, ik twijfel een beetje.
Nou, ik kan me indenken dat op het moment dat je aan het searchen bent, dat de eerste kandidaten die je ziet, misschien de eerste kandidaat is een enorme topkandidaat, denk je meteen, hey, die is hartstikke interessant. En dan nummer twee denk je van, hey, dat past totaal niet. En bij nummer drie kan je zeggen van, joh, daar twijfel ik nog een beetje bij. Die kan je dan op een soort van tijdelijk lijstje zetten, zodat je er later nog een keer door al die twijfelkandidaten heen kan lopen. We hebben verschillende weergaves van het, om zeg maar een kandidaat te beoordelen. De weergave die jullie allemaal kennen is het OTUS-CV. Met andere woorden, het OTUS-kandidatenrecord. Als je de kandidaat netjes getextkernopt hebt, geef je dat een goed beeld van hoe de kandidaat, nou ja, wat de kandidaat heeft gedaan. Maar nou, daar moet je de kandidaat voor getextkernopt hebben. En er zijn ook genoeg klanten die zeggen, joh, ik kan beter kandidaten beoordelen op basis van hun originele CV. Dus die beslissingen kan je maken, zowel op basis van het OTUS-CV als op basis van het origineel CV. Vervolgens, als je die markering hebt gemaakt, kan je die markeringen gebruiken om bepaalde selecties te maken. Je kan bijvoorbeeld zeggen, hey, mag ik alsjeblieft een lijstje met alle kandidaten die ik heb gezien? Maar je kan ook een lijstje maken met alle kandidaten die je nog niet hebt gezien voor die vacature. En die ga ik zo meteen ook even uit toelichten hoe dat werkt. Je kan bijvoorbeeld een selectie maken van, mag ik alsjeblieft een lijstje met alle kandidaten waar ik nog over twijfel. En je kan een selectie maken met mag ik alsjeblieft alle interessante kandidaten voor deze vacature. Nou, ik ga het zo meteen eventjes in een logische flow laten zien hoe je normaal gesproken zo'n selectie zou maken en hoe je deze, nou ja, hoe je die filters dan kan gebruiken. Nou, op het moment dat je via die hunt en select functionaliteit uiteindelijk tot een lijstje bent gekomen met interessante kandidaten, dan wil je daar waarschijnlijk iets mee doen. En dat wil je waarschijnlijk niet per kandidaat doen, maar dat wil je in batch in één keer doen. En je kan bijvoorbeeld in één keer die kandidaat een e-mail versturen of ze koppelen aan de vacature. Maar dat is allemaal zeg maar weer de theorie. Dus ik verschuif mijn beeld nu een beetje en ik ga het nu laten zien hoe het in de praktijk werkt. Ik ben hier ingelogd in een demo-omgeving. Dus zeg maar de gegevens die je hier gaat zien, die zijn niet zo heel erg bijzonder en spannend. Er staat heel veel testen tussendoor, maar ik hoop dat jullie daar doorheen kunnen kijken. Ik open de vacatures-module. Ik wissel hem heel eventjes naar een andere weergave, want dit geeft me wel heel erg veel ellende. Ja, over testomgevingen gesproken. Ja, dat is een iets wat nettere weergave. Ja, dat ziet er wat netter uit. Ik heb hier mijn vacature module. En nogmaals, deze hunt en select functionaliteit kan je gebruiken vanuit verschillende beginpunten. Maar voor mij de meest logische beginpunt om te gebruiken is vanuit een vacature. Je kan natuurlijk gaan hunten en selecten vanuit een bestaande vacature. Maar je kan ook een nieuwe vacature aanmaken nadat je die vacature hebt aangemaakt. Het hunt en select proces starten. Nou, ik ga even gewoon een hele nieuwe vacature aanmaken. Dus ik klik bovenin op het groene plusje. Vervolgens heb ik verschillende opties. Dat is afhankelijk van hoe het is ingericht in je autosysteem. Je kan een lege vacature aanmaken. Ik kan een vacature aanmaken via een formuliertje. Of ik kan hem aanmaken vanuit een profiel. Nou, ik heb eerder een profiel klaargezet van Office Manager. Dus die ga ik gebruiken. Dus ik klik Office Manager aan. En vervolgens maakt Otis automatisch op basis van dat profiel een vacature. En die vacature die bestaat natuurlijk uit verschillende velden. Uit functieomschrijvingen en dat soort zaken. Maar die vacature bestaat ook uit matchcriteria. Nou, dit is een testdatabase, dus er staan al een hele hoop testgegevens in. En hij is niet zo goed gevuld als jullie database, hoop ik. Dus voor deze vacature heb ik nu alleen maar eventjes het matchcriterium hoogstgenoten opleiding geselecteerd. Maar normaal gesproken geef je er natuurlijk meerdere labeltjes aan. Ik heb die vacature en ik wil nu gaan hunten en selecten. Ik wil geschikte kandidaten gaan zoeken. Hoe doe ik dat? Ik klik bovenin op de knop Match en vervolgens heb ik verschillende opties. En de optie die ik meest zal gebruiken is de optie Match naar kandidaten. Nou, als ik op die optie Match naar kandidaten klik, dan opent er een nieuw tabblad. En in dat nieuwe tabblad gaan wij de matchcriteria pakken die je bij de vacature hebt ingevuld. En daarom heb ik voor nu alleen maar eventjes het labeltje MBO toegevoegd. En gaan wij in de kandidatendatabase op zoek naar geschikte kandidaten die dat labeltje MBO hebben. Of in ieder geval die labels hebben van die vacatures. Ik zie aan de linkerbovenkant staan matches voor Office Manager. Aan de rechterkant zie ik staan dat hij op dit moment verplicht zoekt op hoogstgenotenopleiding MBO. En vervolgens zie ik de kandidaten die hiervoor matchen. Nou, dit is waarschijnlijk een functionaliteit
die je al kent en die je waarschijnlijk ook al wel gebruikt. Ik benadruk altijd, als ik mensen dit soort dingen uitleg, is op het moment dat je op die matchknop drukt, dan gaan wij op zoek naar kandidaten op basis van alle matchcriteria die jij hebt opgegeven bij de vacature. Met andere woorden, en we maken ze ook nog eens allemaal verplicht. Met andere woorden, we gaan op zoek naar de ideale kandidaat. Het stomste wat je kan doen is op het moment dat Altus vervolgens tegen jou zegt, hey, er zijn 0 kandidaten gevonden, dat je meteen de opdrachtgever opbelt en zegt, hey, goed nieuws, de matchingsronde is heel snel afgerond, want wij hebben helemaal geen geschikte kandidaten. Anderzijds, wat je ook niet gaat doen, is op het moment dat er hier 900 kandidaten uitkomen, dat je vervolgens door iedere kandidaat heen gaat klikken. Nee, het is zeg maar een eerste uitgangspunt voor om je match te starten. En aan de rechterkant kan je natuurlijk je zoekfilter gaan aanpassen door criteria toe te voegen, te verwijderen, niet verplicht te maken, et cetera. Nou, in dit voorbeeld heb ik in beginsel een mooi overzichtelijk lijstje met kandidaten, namelijk 18 kandidaten. En ik wil nu gaan hunt en selecten. Nou, om nu te gaan hunt en selecten, moet ik de hunt en select modus aanzetten. Hoe zet ik de hunt en select modus aan? Aan de rechterbovenkant bij zoeken heb ik naast het woordje zoeken een icoon van zo'n radartje of hoe je dat ook noemt. Als ik met mijn muis eroverheen ga, dan zegt hij hunt en select. Als ik daarop klik, dan gaan er meteen in de lijst een tweetal dingen gebeuren. Ik klik er nu op. Er gebeuren nu in de lijst een tweetal dingen. Nummertje 1. Bovenin mijn lijst zie ik nu dat ik dus in die hunt- en select-modus ben. En ik heb een filter dat ik binnen mijn lijst kan filteren op interessante kandidaten, niet interessante kandidaten, twijfelkandidaten, geopende kandidaten of zelfs die geopende kandidaten verbergen. Dus dat is nummertje 1. Ik zie hier nu een balk bovenin verschijnen. Daarnaast zie ik aan de rechterkant van iedere kandidaat, dus in iedere regel van iedere kandidaat, een icoontje die aangeeft of ik die kandidaat geopend heb, of dat ik er nog over twijfel, of dat ik hem interessant vind, et cetera. Nou, dat zit in ieder geval dus aan die rechterkant. Nu is die hunt en select modus dus aan. En op het moment dat ik er nog een keertje op het icoontje klik, dan is de hunt en select modus weer uit. En nou, als ik de hunt en select modus weer aanzet, surprise, surprise, ik klik er nog een keer op en hij is weer aan. Maar zo herken je dus of die hunt en select modus aan is. Vervolgens wil ik kandidaten gaan doorlopen om te bepalen of een kandidaat geschikt is of niet geschikt is. In dit geval zie ik kandidaat Orhan Gutan. Dus ik open kandidaat Orhan Gutan. Dan zal het kandidaatdetail van Orhan Gutan openen. En in de basis is dat hetzelfde kandidaatdetail zoals je hem gewend bent. Maar doordat die hunt- en select-modus aanstaat, heb je nu wat extra knoppen. Helemaal aan de rechterbovenkant zie je een knop interessant, een knop niet interessant en een knop twijfel. Dat zijn de knoppen om aan te geven, Orhan, voor deze vacature van Office Manager, nogmaals, je gaat in algemene zin in principe niks over Orhan zeggen, maar puur voor deze vacature van Office Manager, vind ik Orhan interessant, vind ik Orhan niet interessant of twijfel ik nog een beetje over Orhan. Ik ga nu gewoon eventjes klikken op de knop interessant, want ik vind Orhan heel erg interessant. Nadat ik op de knop interessant heb geklikt, opent meteen de volgende kandidaat. Dus ik heb een bepaalde zoekopdracht gemaakt, daar komen 18 kandidaten uit. Ik open kandidaat 1, ik klik op de knop interessant en wij openen meteen. Wij denken dan van, hey joh, je hebt nu je mening gevormd over de eerste kandidaat. En bam, we openen meteen kandidaat 2. Nou, dat is enorme regressietest testen. Kandidaat met allemaal velden ingevuld. Ik klik op de knop niet interessant. En je raadt het al, kandidaat 3 opent. Nou, op deze manier kan je dat spelletje dus doen door op de knop interessant, niet interessant of twijfel te klikken. Iedere keer op het moment dat je op zo'n knop klikt, dan openen wij automatisch de volgende kandidaat, zodat je relatief snel door die resultaten heen kan. Op het moment, in dit geval Jeroen van de Boom. Ik heb nu Jeroen van de Boom geopend, maar ik klik niet op interessant, ik klik niet op niet interessant en ik klik niet op twijfel. Ik sluit gewoon Jeroen van de Boom. Dan interpreteren wij dat als zijnde auto's, als zijnde twijfel. Want je hebt wel de kandidaat gezien voor deze vacature, maar je hebt niet een beslissing genomen. Dus ik sluit nu het kandidaat detail van Jeroen van de Boom. En dan zal je nu meteen zien in die laatste kolom, waar ik net aangaf dat je dus die markering had, dat je nu de markering hebt dat je Orhan geschikt vond voor deze vacature, Sjaak niet interessant vond voor de vacature, deze twee kandidaten twijfelde ik een beetje over en deze vond ik ook niet interessant. Nou, op deze manier, dit is dus in ieder geval een manier om die markeringen
te maken. Nou, ik gaf al aan, sommige mensen die vinden het heel fijn om kandidaten te beoordelen op basis van het auto-CV, want dan heb ik meteen een dossier erbij staan en misschien een korte omschrijving en andere gegevens. Andere mensen zeggen van, joh, ik heb liever dat ik mijn mening vorm op basis van het origineel CV van de kandidaat. Nou, dat kan ook. Ik zie hier connectie van de tester 1, nogmaals test aanwezig. Daar staat een CV-icoontje naast. Dat CV-icoontje duidt erop dat er een origineel CV is van de kandidaat. Op het moment dat ik nu op dat CV-icoontje klik, dan zie ik in mijn autosysteem het originele CV van de kandidaat. Hoef ik dus niet Word of PDF-reader of wat dan ook voor te openen. Hij opent gewoon in Autos. Ik kan de kandidaat bekijken, dus op basis van het origineel CV. En wederom kan ik bovenin op de knop interessant, niet interessant of twijfel klikken. En dan opent ook weer de volgende. De kandidaat en dan probeert hij ook het originele CV te openen. Nu is in onze testomgeving hebben we best wel veel kandidaten zonder origineel CV. Maar in jullie omgeving waarschijnlijk heeft iedere of bijna iedere kandidaat een origineel CV. En dan is het heel mooi om zeg maar door die verschillende CV's op die manier heen te lopen. Er is nog een derde manier om die markeringen aan te passen. En dat is namelijk, stel je hebt een bepaalde zoekopdracht gemaakt en je ziet al meteen in de lijst dat bepaalde kandidaten interessant zijn, bepaalde kandidaten niet interessant dat. Nou, daarvoor hebben wij ook de mogelijkheid om te kunnen inline editen, zoals ik dat altijd zeg maar technisch noem. Er zal vast ook wel een mooie Nederlandstalige naam voor zijn, maar ik noem het vooralsnog inline editen. Dat betekent, in de lijst heb ik helemaal bovenin die kolom met die markeringen een wijzigen icoontje. Als ik op dat wijzigen icoontje klik, dan zie ik de kleur van het kolommetje net eventjes wat veranderen. En dan kan ik nu rechtstreeks vanuit de lijst wijzigingen doorvoeren. Dus ik kan nu zeggen, hey, deze kandidaat vind ik niet interessant. Ik kan aangeven, deze kandidaat vind ik interessant. Ik kan aangeven, over deze kandidaat twijfel ik nog eventjes. En op deze manier kan ik dus markeringen maken specifiek voor, nou, voor deze kandidaten, zonder dat ik de kandidaat details open. Nou, dat zijn dus de verschillende manieren om markeringen te maken. Als je een bepaalde search hebt, en stel ik heb deze lijst met 18 kandidaten helemaal verwerkt, goede kans dat je dan zeg maar je zoekopdracht gaat aanpassen. De meeste van onze klanten, als ze gaan searchen voor een vacature, is het niet dat ze één zoekopdracht maken en dat ze vervolgens daar helemaal doorheen akkeren en bij de laatste klaar zijn en zeggen van ik ben uitgesearched. Nee, meestal is het een beetje spelen met de verschillende opties die je hebt. Nou, wat is daar heel erg irritant aan? Stel, ik heb nu hoogstgenoten opleiding mbo lager en ik ga hem iets wat aanpassen. Nou, dat is puur een voorbeeldje. Ik ga zeggen van hey, ik wil ook lbo en voortgezet onderwijs zoeken. Nou, het is puur even een voorbeeld dat dit een andere zoekopdracht is dan de zoekopdracht die ik net had. Maar het kan natuurlijk ook een totaal andere zoekopdracht zijn. Maar je maakt een andere zoekopdracht voor dezelfde vacature. En daar komen gedeeltelijk dezelfde kandidaten uit die je al hebt gezien voor die vacature. Nou, het meest irritant is natuurlijk op het moment dat jij zes zoekopdrachten maakt. En er komt iedere keer Sjaak van de regressietest uit. En je hebt al vijf keer aangegeven, of je hebt al vijf keer gezien. Nee, Sjaak, maar Sjaak vind ik echt niet geschikt voor deze vacature. Hij komt wel iedere keer uit de zoekopdracht. Maar iedere keer komt hij naar voren en word je ermee geconfronteerd. Dat wil je in principe niet. In principe, als je aan het search bent voor een vacature, wil je eigenlijk tegen je systeem zeggen, toon me alle zoekresultaten en ik wil alleen maar een oordeel vellen over de mensen die ik nu nog niet gezien heb voor deze vacature. Nou, daar komt dat filter bovenin een rol spelen. Ik kan heb hier namelijk het filter verberg geopend. Ik heb nu 26 kandidaten, maar een gedeelte van die kandidaten heb ik al beoordeeld. Als ik nu op verberg geopend klik, dan hou ik er nog maar 18 over. Met andere woorden, de 8 kandidaten waar ik al mijn mening over heb gevormd, daar word ik nu niet mee geconfronteerd. Ik open wederom de eerste kandidaat. Dat is kandidaat Jan Janssen. De gegevens van die kandidaat openen. Ik ga mijn mening vormen over die kandidaat. Ik klik rechtsbovenin op de interessant of de niet interessant knop. Hij opent nu kandidaat 2, dus kandidaat 2 van de 18. Op deze manier kan ik dus wederom specifiek door kandidaten heen lopen. En doordat ik nu zeg maar die modus verberg geopend aan heb staan, als ik hem nu sluit, dan heb ik niet 18, maar 15 kandidaten, want hij verbergt nu steeds alle geopende kandidaten. Ik kan ook mijn zoekopdracht weer verder gaan aanpassen en hij blijft de geopende kandidaten verbergen totdat ik iets anders zeg. Nou, wat is het moment dat je iets anders gaat zeggen? Dat is het moment dat je helemaal uitgesearched bent.
Het kan zijn. Sommige mensen die kunnen echt gewoon een dag lang searchen in database. Vind ik echt heel erg knap. Maar ik kan me ook indenken dat je zoiets hebt van joh, ik ga een uurtje searchen of ik ga anderhalf uur searchen. En ik ga morgen nog even searchen. Of ik vraag nog even een collega om te kijken. Het voordeel hiervan is als ik nu zou stoppen, alles wordt automatisch opgeslagen. En als ik morgen wederom bij die vacature op de matchknop druk en op kies voor match naar kandidaten. Dan heeft hij al die markeringen opgeslagen. Dat gebeurt zowel als ik op de knop druk, als dat als mijn collega's op de knop kunnen drukken. Dus op die manier kan je vragen aan een collega: hey, ik heb al een tijdje voor die office manager vacature gesearched, maar ik heb nog, ik heb wel wat interessante kandidaten, maar ik ben nog niet helemaal woest enthousiast. Jij bent toch net even wat handiger met search dan ik. Zou jij eventjes kunnen searchen? En het voordeel is dat die collega kan dan allerlei zoekopdrachten maken en die kan dan zeggen: joh, maar ik ben alleen maar geïnteresseerd in de kandidaten die mijn collega nog niet heeft gevonden. Op die manier kan je dus op een hele efficiënte manier samenwerken. Nou, als jullie allemaal uitgesearched zijn, dan komt er een moment dat je zegt: joh, maar er waren toch nog een aantal kandidaten waar wij over twijfelden. Daarvoor hebben we het filter van twijfel. Ik heb nu 4 kandidaten die ik als twijfel heb gemarkeerd, of die ik wel geopend heb, maar die ik niet, waar ik geen mening over heb gevormd. Nou, ik open kandidaat Paul McCartney. Nu kan ik me indenken dat Paul McCartney, op het moment dat hij helemaal aan het begin naar voren kwam, dat ik bijvoorbeeld dacht van, joh, ik twijfel een beetje, want hij heeft misschien wel een goede werkervaring, misschien ook niet. Als ik 3 uur lang heb gesearched en inmiddels bewijs van honderden kandidaten voorbij heb zien komen, goede kans dat ik op dat moment een beter beeld heb van: vind ik Paul McCartney wel een geschikte of niet een geschikte kandidaat voor deze vacature. Met andere woorden, aan het einde loop ik nog een keertje door mijn twijfelkandidaten heen. En achteraf gezien vind ik Paul McCartney eigenlijk toch best wel een goede kandidaat hiervoor. Ik vind deze niet interessant. Ik ga dus nu niet meer op de twijfelknop drukken, want er komt wel op een gegeven moment een moment met search dat je ook zeg maar een beslissing moet maken. En dit is toch wel het moment dat je beslissing moet maken. Dit is de 4e kandidaat van de 4. En dan zou ik meteen laten zien dat als je dus op een knop drukt, dan gaat hij meteen automatisch door naar de volgende kandidaat. Maar als je dat bij de laatste kandidaat doet, dan sluit hij het kandidaatdetail. Nou, op dit moment had ik in mijn filter ingesteld om alle twijfelkandidaten te tonen. Nou, die zijn er nu niet meer, dus mijn twijfellijst, mijn lijst is nu helemaal leeg. Ik ben helemaal uitgesearched. Ik klik in het filter bovenin op de knop toon interessant. Ik heb dus uiteindelijk 5 kandidaten gesearched die ik interessant vond voor deze vacature, of interessant vind voor deze vacature. En dan is het een kwestie om iets met die kandidaten te gaan doen. Ik kan ze vanuit hier natuurlijk gaan bellen, maar eigenlijk is het mooier om nu gewoon direct iets met die 5 kandidaten te doen. Daarvoor hebben we badge-acties in Go. Ik denk dat jullie ze wel kennen, maar even voor de zekerheid. Ik kan 1 of meerdere kandidaten aanvinken, maar ik kan ook hier met 1 vinken. Allemaal aanvinken. Let wel, hij vinkt dan alleen maar de kandidaat aan die je op dit moment in de pagina ziet. Als je er nou standaard staat dat op 25. Als je nou meer dan 25 kandidaten een badgeactie uit wil halen, dan moet je aan de rechteronderkant even op het paginanummer klikken om het aantal resultaten per pagina te verhogen. Nou, nu heb ik gewoon 5 kandidaten, dus nu heb ik dat probleem niet. Ik rechtsklik op 1 van de 5 kandidaten. Ik heb allerlei verschillende badgeacties en een van de badgeacties die ik heb is koppel aan vacature. In dit geval koppel aan vacature office manager, omdat hij weet, hey, je bent aan het matchen voor de office manager vacature. Ik zeg koppel aan vacature office manager. Ik klik op de knop ja en bam, in 1 keer zijn al die 5 kandidaten gekoppeld aan de vacature van office manager. Ik heb ook andere badge-acties. Nou, kijk zelf even naar wat er wat je hebt. Een van de handige badge-acties is bijvoorbeeld de badge-actie e-mail versturen. Als ik kies voor de optie e-mail versturen, maken wij automatisch een tijdelijke mailgroep aan. Met andere woorden, een mailgroep waar je die kandidaat een mailtje naar kan sturen. Kan ik een onderwerp intikken? Kan ik een berichtje intikken? Kan ik op de verzendenknop knikken? En dan heb ik die 5 kandidaten in 1 keer een mailtje gestuurd. Dat was mijn hele hunt en select verhaal. Martijn? Ik heb zojuist 2 vragen binnengekregen. De eerste is van Maarten van Hoof. Die vraagt zich af van, wordt hunt en select weer gereset bij het afsluiten van Otis? Want soms geeft het Otis weer dat hij nieuwe kandidaat heeft gekeken, maar dat er bij een nieuwe search het gele oogje is verdwenen. Ja, dat heeft heel erg te maken met de manier waarop je hunt en select opstart. Als je het vanuit een vacature doet, dus je opent een vacature, je klikt op de knop match en je kiest voor de optie match naar kandidaten, dan worden die markeringen allemaal opgeslagen, zeg maar, bij die vacature.
Dus als je dan de volgende dag zonder op een opslaanknop te drukken, wederom bij die specifieke vacature op de knop match klikt en weer wederom op match naar kandidaten, dan zal je die markeringen vervolgens weer zien die je eerder hebt gezet voor die vacature. Datzelfde geldt voor als je het vanuit een filter doet. Ik klik eventjes hier op de knop wissen, om eventjes terug te gaan naar alle resultaten. En ik klik bijvoorbeeld bij eigen filters op HBO freelance monteurs. Nu zit ik dus in mijn filter HBO freelance monteurs. En als ik nu op het Hunt en Select icoontje klik, dan ga ik nu Hunt en Select markeringen doen voor HBO freelance monteurs. Dus ook op deze manier kan je hem zeg maar automatisch opslaan. Het enige ding is wel, op het moment dat je gewoon in de kandidatenlijst zit, dus je, nou, zeg maar eventjes, ga naar Otis Today toe en vervolgens open ik mijn kandidatenmanager en vervolgens klik ik op dat Hunt en Select icoontje, dan is het wel echt een heel erg tijdelijk ding. Dan worden ze niet opgeslagen. Dat was zeg maar mijn eerdere on-the-fly modus. En dat is dus puur even markeringen voor dat moment. Maar nogmaals, dat zou niet mijn advies zijn om op die manier te werken. Mijn primaire advies zou zijn, ga naar een vacature toe, klik op de knop match, kies voor match naar kandidaten en vervolgens kan je dan echt worden die automatisch gekoppeld zeg maar aan de vacature. Dan heb ik nog een tweede vraag van René Vreeswijk. Ja. Die zegt, de vacature modus bij mij laat alleen een modus zien om een nieuwe vacature te maken. Doe ik misschien iets verkeerd? Nee, René doet helemaal niks verkeerd. Dat is helemaal in het begin. Dat heeft in principe niet met Hunt en Select te maken. Maar ik snap de vraag van René volledig. Als je op een plusje klikt, heb ik hier drie opties. Lege vacature vanuit profiel en via formulier. René heeft er maar eentje. Lege vacature. Dit zijn dingen, namelijk dingen die ingericht moeten worden. Vanuit profiel dan kan je dus zeg maar profielen eenmalig aanmaken en dan kan je op die manier snel een bepaalde vacature aanmaken. En via formulier dan kan je formulieren inrichten en dat die dus echt zeg maar je actief bepaalde velden uitvraagt. Als René daar interesse in heeft, kan hij best even via support aangeven dat hij bijvoorbeeld wil werken met die profielen. Dan kan support dat in beginsel voor hem activeren. Oké, nou, dat was het tot zover. Dus we kunnen verder. Ja, top. Hartstikke mooi. Dat was dus het gedeelte Hunt en Select. Dan ga ik terug naar de PowerPoint. Het tweede gedeelte is print CV. Gedachte erachter is, we hebben gehunt en we hebben geselect. We hebben nou, vervolgens een hele hoop, nog op een hele hoop manieren kandidaten benaderd, gesproken, et cetera. En uiteindelijk komen we tot de conclusie, hey, wij willen deze kandidaat gaan voorstellen. Nou, daar hebben we print CV's voor. Die print CV's die hebben we al een hele lange tijd binnen Otis. En dat was altijd een hele coole, mooie, gave functionaliteit. Het enige nadeel van de functionaliteit zoals die altijd in Otis heeft gezeten, is dat de manier waarop die print-cv's gegenereerd werden. Het was, toen het gebouwd was, was het mega vooruitstrevend. Alleen technisch gezien was dat niet meer de meest mooie oplossing. Beetje technisch achtergrond. Het werd namelijk heel erg in HTML-code gedaan. En die HTML-code die werd in een Word-bestand geplaatst. En op het moment dat je HTML in Word-bestanden gaat plaatsen, dan nou, enerzijds kan je hele mooie print-templates maken. Maar het nadeel is wel, nou, ten eerste op het moment dat zo'n bestand aangepast moet worden, dan moet een webdeveloper daar heel serieus naar kijken. En dat kan een ongelofelijke puntje-puntje werk zijn. En ten tweede, doordat het een soort van HTML-achtige Word-bestanden waren, waren het niet echt native Word-bestanden, waardoor door sommige Word-versies, verreweg de meeste ging het wel goed, maar sommige Word-versies accepteerden die print-cv's niet. Omdat het niet volledige native Word-documenten waren. Nou, in Otis Go hebben we daar een nieuwe functionaliteit voor gemaakt, waarbij er wel volledig met native Word documenten gewerkt wordt. En we hebben iedere Otis klant een tweetal standaard templates cadeau gegeven. Dat is het Europass template en het Otis standaard template. Dus op het moment dat je gebruik gaat maken van Otis Go en verder zijn er geen bijzondere afspraken gemaakt, dan krijg je helemaal gratis en voor niks twee templates, Europass en Otis standaard. Europass, dat is een door de Europese Unie zeg maar vormgegeven standaard
format van hoe een cv eruit moet zien. Beetje de gedachte, zet een hele hoop mensen bij elkaar, laat ze heel erg lang discussiëren. En uiteindelijk kom je tot één Europese standaard van, joh, vanuit de Europese Unie vinden wij dat een cv er zo uit moet zien. Autostandaard, die is van Pragmatica tot stand gekomen. Wij dachten van, wij willen ook een eigen standaard maken en dat is de autostandaard. Naast die twee templates, die je dus standaard erin hebt zitten, kan je echt ook eigen templates toevoegen. Ik ga zo meteen laten zien hoe je die kan beheren. Ik ga zo meteen uiteraard laten zien hoe je die kan genereren. En ik ga ook nog even iets vertellen over hoe die gesteld kan worden. Met andere woorden, als je andere kleurtjes wil. Verder voor de print cv's hebben we verschillende uitvoermethodes. Je kan een cv natuurlijk, je kan er een Word bestand van maken, je kan er een PDF bestand van maken. Tot dusver niks schokkends. Maar bij Autico hebben we een nieuwe uitvoermethode en dat is Google Docs. En dat is een hele coole manier om zeg maar een cv nog een klein beetje te fine-tunen voordat je hem daadwerkelijk naar de opdrachtgever verstuurt. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Die laatste Google Docs optie, die hebben we ook voor het originele cv. Dus ook het originele cv kan je op basis van Google Docs aanpassen. Maar ja, weer genoeg theorie. We gaan snel door naar zeg maar de praktijk. Dus ik ga snel door naar Autico. En dan open ik de kandidatenmodule en dan ga ik even, de meeste van jullie kennen haar wel, Petra van de Ven. Ik heb hier een mooie Petra van de Ven kandidaat met in ieder geval een gevuld cv. Stel, ik heb Petra van de Ven geopend en ik wil Petra van de Ven voorstellen bij een opdrachtgever. Nou, waar klik ik op? Ik klik rechtsbovenin op de knop voorstellen. De twee knoppen waar ik het dus vandaag over wil hebben is de print cv op basis van de template en de print cv op basis van het originele cv. Ik ga eerst even laten zien hoe de print cv op basis van het template werkt. Dus ik klik bovenin op, ik open de kandidaat, ik klik op voorstellen en ik kies voor print cv template. Nou, dan opent er een venster om dat print cv zeg maar vorm te geven. De allerbelangrijkste keuze die je hierin maakt is welk afdrukschabloon gebruik je? Met andere woorden, welke template, welke indeling moet het cv hebben? Jullie zullen allemaal daar de opties Europass en Otis standaard hebben. Dat zijn zeg maar de standaard opties die er overal in zitten. En daarnaast, ik zei net al, je kan ook nog je eigen templates maken. Dat hebben ze hier heel erg enthousiast gedaan. En daar ga ik zo meteen ook meer over vertellen. Voor nu zeg ik eventjes, hey, gebruik het Europass format. Nou, als tweede optie wil ik het formaat bepalen. Wil ik een Word-bestand, wil ik een PDF-bestand, wil ik Google Docs. Voor nu ga ik even voor Word. De andere opties die ga ik jullie nog toelichten. Nou, vervolgens heb ik, wat wil ik vervolgens met dat bestand wat gegenereerd wordt? Wat wil ik er vervolgens mee doen? Wat moet de output zijn? Wil ik een document genereren? Met andere woorden, dat hij een documentje downloadt die ik vervolgens, waar ik vervolgens mee kan doen wat ik wil. Of wil ik er een e-mailtje van maken? Met andere woorden, dat cv dat je genereert. Open een blanco e-mailtje en voeg dat cv toe als bijlage. Nou, dan hebben we hier nog wat aanvullende opties, zoals dat je kan aangeven in welke taal moet het cv zijn als je een multilingual omgeving hebt. In welke website styling moet het cv zijn als je meer websites hebt. Wil ik er nog een voorblad bij? Wil ik de foto van de kandidaat? Nee, deze demo-kandidaat heeft geen foto, dus dan gaat er ook geen foto verschijnen. Maar als er een foto is, wil ik een foto hebben en wil ik eventueel contactgegevens hebben. Voor nu vind ik hem zo prima ingesteld. Dus ik klik aan de rechteronderkant op de knop afdrukken en vervolgens wordt er een Europass cv gegenereerd. Nou, doordat ik heb gekozen voor de uitvoermethode document openen, heeft hij nu meteen dat document geopend en gedownload. En dan kan ik hem openen. En dan zal je zien hoe dat Europass format eruit ziet. Nadat mijn Word-bestand, mijn computer is vanwege het schermdelen niet echt mega snel. Dit is dat Europass format. Op het moment dat je denkt van, hey, dit is echt een heel erg gaaf, mooi format. En het is eigenlijk heel stoer om mijn kandidaten zo in voor te stellen. Dan geweldig, maar nou ja, het format, we hebben het gewoon nagebouwd. We hebben het niet bedacht. Op het moment dat je denkt van, ja, maar dit vind ik niet mooi. Dat Europass logo aan de linkerbovenkant en et cetera. Waarom is het blauw en waarom is het niet groen? Nou, het is het Europass format. Wij hebben het niet bedacht. Maar dit toont dus de kandidaatgegevens in dat specifieke format vanuit Europass. Dus precies conform de styling en met de elementen die in dat Europass format zitten. Nou, dit Word-bestand. Ik zou hem vanaf hier nog kunnen aanpassen of wat dingetjes mee kunnen doen en daar vervolgens een vervolgactie mee kunnen nemen.
Het tweede format, ik ga weer eventjes klikken op Print CV Template. En ik kies nu niet voor Europass, maar ik kies voor autostandaard. Ik ga ook even wat andere opties selecteren, zodat je die ook eventjes kan zien. Bij formaat ga ik niet Word kiezen, maar ga ik PDF kiezen. En bij output ga ik niet document openen kiezen, maar e-mail genereren. Dus ik maak nu gebruik van een ander afdrukschabloon, het autostandaard schabloon in plaats van het Europass schabloon. Ik kies nu voor PDF en ik kies voor de output e-mail genereren. Klik wederom op de knop afdrukken. Hij gaat eventjes pruttelen. Doordat ik nu heb gekozen voor de uitvoermethode e-mail genereren, downloadt hij niet het cv, maar genereert hij een e-mailtje. Je ziet aan de rechterbovenkant van het mailtje dat hij een pdf-bijlage heeft gegenereerd en heeft toegevoegd. En als ik dat pdfje eventjes gewoon alsnog download en open, dan zie je dat dat pdf, het is wel het mooiste als er een fotootje bij zit, dan zie je dat dat print cv op basis van het Autos standaard format is gegenereerd. Standaard bij dit soort dingen hebben we wel ervoor gezorgd dat je eigen logo in het cv staat, dat je contactgegevens in het cv staan. Dus dat soort zaken worden er allemaal ingezet. Maar verder is die op basis van het Autos standaard format. Nou, ik kan iemand toevoegen aan de mail, onderwerp, stukje tekst schrijven en ik kan het mailtje versturen naar de betreffende persoon. Bastiaan, als ik even mag inbreken. Ik krijg heel goed een vraag over de templates van Zoe Westheim. Ze geeft aan, ze vraagt niet om templates aan te maken. Hoe kan dit? Sorry? Zij vraagt, Zoe Westheim vraagt, bij ons werkt het niet om templates aan te maken. Hoe kan dit? Ik ga zo meteen laten zien hoe je templates kan aanmaken. En op het moment dat dat bij haar een fout of iets anders geeft, dan zullen we dat eventjes op een later moment moeten bekijken. Maar ik ga zo meteen laten zien hoe je templates aan kan maken. Wellicht als dat zoiets om meteen zoiets heeft. Oh, maar als het op deze manier moet, dan is het super simpel. En misschien heeft ze nog steeds een probleem, maar dat kan ik nu niet direct beantwoorden. Helemaal goed. Ja? Ja. Nog andere vragen tussendoor? Want het is natuurlijk één enorm verhaal van mijn kant. Ik heb één vraag binnengekregen van Hunt en Slack. Die stel voor dat we die even nog even laten liggen. Ja. Bianca Hovens, die vraagt, begrijp ik het goed dat je eigen templates kunt maken met je eigen logo en indeling? En dat hij dan alle cv's in de eigen gemaakte opmaak weergeeft, ongeacht hoe de kandidaat de cv maakt. Ja en nee, ik denk dat die vraag zo meteen ook beantwoord wordt op het moment dat ik ietsjes verder ben. Dus, maar de gedachte erachter is inderdaad, de kandidaat kan op een willekeurige manier zijn cv aanleveren. Jij tekstkeurt op dat cv, of je zorgt er in ieder geval voor dat dat cv goed in de database staat, dus dat de databasevelden worden, goed worden ingevuld. En vervolgens maak je daar een template van, die altijd in hetzelfde template is, namelijk in jouw template, in ieder geval het template waar je voor gekozen hebt. Maar daar ga ik zo meteen eens nog wat precies in laten zien. Ik heb ook een andere vraag van Robin Blans. Misschien dat je daar ook later op terugkomt. Hij vraagt, als je via voorstellen iemand voorstelt, kan je dan ook een standaard workflow eraan koppelen, zodat bijvoorbeeld de algemene voorwaarden worden meegenomen? Nee, daar kunnen we geen standaard workflow aan koppelen. Dus daar hebben we op dit moment geen optie voor. Dus op het moment dat je wil dat mensen de algemene voorwaarden accepteren op het moment dat je een cv verstuurt, dan zal je dat in het mailtje moeten verwerken of daar zal je iets procesmatig voor moeten doen. Maar dat zit niet zelf achter de voorstellen knop. Oké, prima. Dat was het tot zover. Ja, oké. Dit is dus zeg maar het voorstellen op basis van die standaard templates. Maar zoals al aangegeven, je bent ook in staat om je eigen templates aan te maken. En hopelijk gaat dat grotendeels of misschien zelfs geheel de vraag van volgens mij was Bianca beantwoorden. Hoe kan je die templates aanmaken? Dit is zeg maar de categorie configuratie, dus ik heb het nu niet over het gebruik van ik heb een template aangemaakt en ik wil hem nu een cv genereren, maar echt de categorie configuratie, ik heb nog geen templates en ik wil templates aanmaken. Nou, al onze instellingen in Autos Go zitten op één centrale plek. Dat is namelijk als je aan de rechterbovenkant op je naam klikt, bij mij staat er User Job Genius, heb ik hier een aantal opties en twee van de opties die hier belangrijk zijn, gebruikersinstellingen en klantinstellingen. Gebruikersinstellingen geldt voor mij als gebruiker of een specifieke
collega en klantinstellingen geldt voor ons allemaal. Maar in dit geval ben ik geïnteresseerd in de klantinstellingen, want ik wil zeggen, die templates, dat valt echt zeg maar in de algemene bak, niet in een heel specifiek voor een bepaald persoon. Nou, vervolgens hebben we een hele lange lijst met allemaal instellingen en dan is het een kwestie van de juiste instellingen erbij vinden. Als ik zelf op zoek ga naar die templates, dan hebben we namelijk verschillende print templates van verschillende versies, maar als ik zoek op trefwoord een docx, dan is voor mij echt zeg maar de snelste manier om deze instellingen te vinden. En dat zijn namelijk print templates, kandidaat docx print templates. En die docx, dat is dus inderdaad die nieuwste variant die volledig native Word is. Nou, als ik die print templates open, klik erop, dan krijg ik een lijst te zien met alle print templates die zijn ingesteld. Nou, zoals je ziet in deze demo-omgeving zijn er behoorlijk veel print templates of afdrukschablonen gemaakt. En nou ja, laten we er nog eentje extra bij maken. Ik klik rechts onderin op de knop nieuw afdrukschabloon. Vervolgens kan ik het afdrukschabloon een naam geven. Ik geef hem bijvoorbeeld de naam test webinar. Klik op bewaren. Nou, vervolgens is het print template test webinar aangemaakt. Ik zie hem nu ook in de lijst staan, maar hij is verder nog helemaal leeg, dus ik ga hem openen om hem te vullen. Ik open nu dat print template test webinar. Nou, je ziet dat je knop hebt als verwijderen en nou ja, dat spreekt redelijk voor zich. Vervolgens is dus een kwestie om velden toe te gaan voegen aan dat print template. Dat doe je door op de knop veld toevoegen te klikken. Nou, dan staat op het Engels, dit gaat nog Nederlands worden. Blokken, documentstructuur en velden. Ik wil een veld toevoegen. En vervolgens wil ik de voornaam van de kandidaat invullen. Ik tik hier even voor de zekerheid voornaam in. Dat was volgens mij al wel in het... Ik wil de achternaam ook invullen. Last name. Achternaam. Bewaren. Ik wil nog een veldje toevoegen en ik wil bijvoorbeeld de city, de woonplaats toevoegen. Woonplaats. Nou, dan heb ik voornaam, achternaam, woonplaats. Dan wil ik bijvoorbeeld nog opleidingen toevoegen. Nou, dat haal ik uit het blokje bloks. En dan heb ik hier de opleidingen. Waren. Dan wil ik nog een keer op veld toevoegen. Dan wil ik de werkervaringen toevoegen. Nou, op het moment dat ik denk van, hey, eigenlijk werkervaring wil ik liever boven opleidingen hebben, kan ik hem op deze manier ook gemakkelijk verslepen. Op deze manier kan je allerlei verschillende velden toevoegen aan dat printtemplate. Nou, het is gewoon een kwestie van een beetje mee spelen en een beetje mee kijken van op veldniveau welke velden maken voor mij deel uit van een voorstel CV. Nou, op het moment dat ik hier op de bewaren knop klik, dan heb ik dus mijn mooie testwebinar template gemaakt. Dan ga ik weer terug naar mijn kandidatenmodule. En dan wil ik dus eigenlijk gewoon voor dezelfde kandidaat. Wil ik dat door mij aangemaakte template wil ik gaan gebruiken om een kandidaat mee voor te stellen. Dus ik klik weer op de voorstellen knop. Ik kies voor de optie print CV template. Ik heb bij afdrukschabloon een hele hoop opties en er is dus juist weer een nieuwe bijgekomen, namelijk test webinar. Nou, ik heb weer die aanvullende opties. Voor nu vind ik even de basis oké. Okay. Hij genereert een Word bestand, maar nogmaals, daar heb je dus ook andere opties in. En nadat Word zijn dingetje heeft gedaan, dan heb ik hier een print CV met de voornaam, de achternaam, de woonplaats, de werkervaringen en de opleidingen. De velden die dus in dat print template staan, die kan je zelf gemakkelijk aanpassen. Je kan ook kopjes aanmaken, subkopjes, lege regels, zeggen van hey, vanaf hier moet een nieuwe pagina beginnen. Dus je kan best wel veel zaken aanpassen, zeg maar qua inhoud van het document. Op het moment dat het op de styling van het document aankomt, dan hebben wij voor al onze klanten een bepaalde standaard styling. Namelijk aan de rechterbovenkant tonen we je logo. Onderin tonen we je adresgegevens, maar zeg maar de lettertypes en de kleurtjes, dat is op basis van een bepaalde standaard styling. Op het moment dat je nou zegt, ja, alles leuk en aardig, maar dit is een Arial en ik wil eigenlijk dat het allemaal in Verdana is en dat het, weet ik het, dat dit soort subkopjes een streepje eronder hebben en et cetera. Nou, dan kan je dat natuurlijk iedere keer gaan zitten aanpassen, maar daar
zal je waarschijnlijk over het algemeen niet heel erg gelukkig van worden. Wij vanuit Altus kunnen ervoor zorgen dat, dat er ook zeg maar, een custom styling wordt gemaakt, zodat het altijd allemaal in Verdana is en dat dit allemaal onderstreept is en dat er misschien iets anders in de koptekst staat, iets anders in de voettekst staat. Op termijn willen we ook het mogelijk maken dat klanten dat zelf kunnen doen. Dus dat je zelf zeg maar die templates kan beheren. Maar heel eerlijk, het is voor ons een nieuwe techniek. En dan willen wij eerst liever zelf het gewoon heel vaak hebben gedaan. Dat wij precies weten hoe je die templates kan aanmaken. En hoe dat op een goede manier werkt. Voordat wij tegen onze klanten zeggen van hey, ga het zelf doen. En ga zelf je gang. Dus op deze manier kan je verschillende templates maken. Betekent dus ook dat je een profiel anoniem en weet ik het, met NAW en verkort en uitgebreid kan maken. Je kan zelf bepalen welke velden erin komen te zitten. En daar kan je best wel veel dingen mee doen met kopjes, subkopjes en regels en dat soort zaken. Maar als het echt gaat zeg maar, om de kleurtjes en de lettertypes en de, dat soort zaken, dan kunnen wij die eventueel voor je aanpassen. Nou, dat zijn zeg maar de standaard opties. Ik wil nog eigenlijk nog Google Docs toelichten. Maar misschien is het verstandig als er nog vragen zijn over PrintCV om die nu meteen even op te pakken, Martijn. Nog eentje komt er net binnen. Met betrekking tot de info in een template, is het ook mogelijk om een leeftijd te tonen van een kandidaat en dan niet de geboortedatum? Nee, die zit er op dit moment nog niet in, maar die staat wel op de lijst om toegevoegd te worden. Dus op dit moment hebben we wel het veld geboortedatum, hebben we niet het veld leeftijd, maar omdat een andere klant daar ook al om heeft gevraagd, staat op de lijst om toegevoegd te worden het veldje leeftijd. Misschien zit hij er al wel in, maar als hij er niet in zit, komt hij er in ieder geval op niet al te lange termijn aan. Dat waren de vragen tot zover. Ja, oké. Okay. De Google Docs optie, want dus op deze manier kan je PrintCV's genereren die met een paar druk op de knop, zolang zeg maar de gegevens goed in je database staan. En ik snap dat als tekstkernel wat foutjes maakt, dat dat echt nog wel een beetje werk kan zijn. Maar als de gegevens goed in de database staan, kan je met een paar druk op de knop een mooi cv genereren. Maar ja, op het moment dat je een kandidaat voorstelt voor een bepaalde vacature en die heeft op dit moment een bepaalde functie en er zit een mooie functieomschrijving in en dat soort zaken, dan kan ik me indenken dat je soms bepaalde dingen ietsjes meer wilt benadrukken en sommige dingen wat minder wilt benadrukken en misschien iets wat andere namen geven. Zeg maar, niet liegen, maar toch een heel klein beetje het andere slaat de ogen. Dat zeg ik toch op een nette manier, al zeg ik het zelf. In dat geval kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, hey, genereer een cv naar Word. En vervolgens ga ik in Word al die aanpassingen doen. Maak ik hem in Word helemaal zoals ik hem wil hebben. En nadat ik daarmee klaar ben, dan sla ik hem op. Misschien zelfs als pdfje. Dan open ik een nieuw mailtje en dan ga ik dat pdfje zeg maar toevoegen aan het mailtje. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg handig en zo'n hele fijne flow. Dus daar hebben we iets specifieks voor gemaakt. We hebben namelijk een integratie gemaakt met Google Docs. Google Docs is namelijk de beste partij, zelfs beter dan Word, zeg maar, voor online editing van Word bestanden op alle verschillende mogelijke platformen. En die optie ga ik nu laten zien. Dus ik kies wederom voor voorstellen. Ik kies wederom voor PrintCV template. Nou, dan kan ik dat Europass format gebruiken. Dan kan ik dat Altus standaard format gebruiken. Ik ga nu even dat test webinar format gebruiken. Let wel op het moment dat wij een custom template voor jou maken. En daar zetten we allemaal gekke dingen in waar Google Docs echt gewoon niet mee om kan gaan. Dat hebben wij zelf niet in de hand. Maar in de meeste gevallen kan Google Docs er prima mee omgaan. Nu, heel belangrijk, bij formaat kies ik niet voor Word, kies ik niet voor PDF, maar kies ik voor Google Docs. Bij output wil ik uiteindelijk het document openen. Nee, ik wil uiteindelijk gewoon dat je een mailtje genereert. Dus ik heb nu gezegd mijn test webinar template op basis van Google Docs. En ik wil dat je vervolgens een e-mail genereert. Nou, ik klik nu op de knop afdrukken. En in plaats van dat wij dat document nu zeg maar direct genereren, genereren wij dat document en sturen wij dat document naar Google Docs. En opent in een nieuw tabblad Google Docs. Nou, ik heb hier dat cv van die kandidaat. Ik kan hier zelf nog wat wijzigingen in doorvoeren. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, hey, dit is een Office Director. Eigenlijk was ze wel gewoon hoofdsecretaresse. Toch een beetje liegen wat ik nu doe. Maar je kan, de gedachte erachter is, je kan dus nu wijzigingen doorvoeren in dat document zoals het door Altus gegenereerd is. En daarbij kan je dus gewoon zaken aanpassen,
zodat nou ja, de voordracht beter aansluit op de vacature waar je iemand voor voorstelt. Hiermee verander je dus niks aan de kandidatenkant. De kandidaat Petra van de Ven in mijn systeem heeft nog steeds als laatste werkervaring Office Manager, maar heel specifiek voor deze voordracht heb ik een Office Director genoemd. Nou, op het moment dat ik daarmee klaar ben, ik hoef het niet te bewaren, maar ik kan gewoon het tabblad van Google Docs sluiten. Dan keer ik terug in Autos en dan vragen wij nog, want dat is een vraag die je in het vorige scherm niet hebt opgegeven, wil je dat we er een PDF-je van maken of wil je dat er een Word-bestand van maken? Want je gaat natuurlijk niet een Google Docs-linkje naar een opdrachtgever versturen. Nou, ik kies in dit geval voor een PDF-je. Nou, nu gebeurt zeg maar een soortgelijk spelletje als wat er net gebeurde. Google Docs stuurt ons nu het cv. Wij maken er een PDF-bestandje van. En omdat ik heb gekozen dat ik hem per mail wil versturen, opent er nu een mailtje. Ik kan dat mailtje versturen. Aan de rechterbovenkant heb ik een PDF-je met het cv van de kandidaat. En als ik dat PDF-je open, dan zal je zien dat dat niet zeg maar het originele cv zoals ik hem aanvankelijk heb gemaakt, maar het cv zoals ik hem in Google Docs heb aangepast, dus met Office Director en met de hoofdsecretaresse. Deze optie hebben wij voor print cv templates, dus dat je zeg maar een print cv template maakt en dat je die door Google Docs heen haalt. We hebben ook, Offertjan kwam daar mee, die zei eigenlijk stel ik altijd kandidaten voor op basis van hun originele cv, maar ik wil liever niet het originele cv sturen naar de opdrachtgever. Ik wil daar nog even snel wat aanpassingen in doen, maar dat kan ik op basis van het originele cv heel snel doen. Dus daar hebben we die optie print cv origineel cv voor. Als je daarop klikt, dan kan je zeggen van hey, dit cv-document wil ik gebruiken om naar de klant te sturen. Je selecteert een cv-document, je klikt op de verwerkenknop. Nou, nu gaan we dus het originele cv van de kandidaat in Google Docs laden. Vervolgens kan je kijken, hey, wat wil ik naar mijn opdrachtgever sturen? Nou, bijvoorbeeld die contactgegevens, die wil ik niet sturen, dus die haal ik weg. En ik ga nog even Office Director ervan maken en ik maak er nog even hoofdsecretaresse van. Nou, nu heb ik zeg maar het originele van cv van de kandidaat heel snel aangepast op een aantal punten. Ik sluit hem. Nou, dan krijgen we weer de optie van wil je er een Word of een PDF-je van maken. Nou, ik kan hem nu ook dus zeg maar zeggen van nee, ik wil hem mailen of wil het bestand openen. Ik kies weer voor mail. En nu opent er een mailtje met het originele cv van Petra van de Ven. Maar dan wel de aangepaste vorm, dus de door Google Docs veranderde versie. Dat was het. Martijn, vragen? Jazeker. Ik moet heel even omhoog scrollen. Ik heb hier een vraag van Stefan. Hij vraagt, kun je ook direct het voorstellingsrapport doorsturen met het print-cv? Dat ligt eraan hoe dat voorstellingsrapport is samengesteld. Op het moment dat voorstellingsrapport in databasevelden staan die je zeg maar kan gebruiken bij het genereren van een print-cv, dan kan dat inderdaad. Daar gebruiken we in sommige gevallen dat vinkje voorblad voor. Maar dat betekent dus dat zeg maar je in het kandidaatrecord in bepaalde velden invult van nou ja, wat jij zeg maar van de kandidaat vindt op dit vlak, op dat vlak, op zus vlak, op zo vlak. En dat je dat zeg maar als eerste tabblad of als eerste blad van je print-cv genereert. En dat betekent dus wel dat je één document genereert. Dus je genereert één print-cv, waar op het eerste blad staan niet zeg maar de werkervaring en dat soort zooi, maar er staan zeg maar jouw bevindingen van die kandidaat en misschien wat algemene gegevens van de kandidaat. En dan zeg je, hey, ik wil nu een nieuwe pagina toevoegen in de instellingen van dat afdrukschabloon. En vervolgens doe je echt de echte cv-velden. Dus op die manier zou je dat in principe moeten kunnen doen. Uiteraard is het dus een beetje afhankelijk van hoe het systeem gevuld is en wat je op dit moment daaruit kan halen, wat je er niet uit kan halen. Dan heb ik een volgende vraag van Zoe. Ze vragen, als je een kandidaat voorstelt door middel van het print-cv, wordt deze dan net zoals in de online cv-presentatie gekoppeld aan de vacature? Nee, niet. Dat staat nog wel op een wenslijst, maar je zag net dat ik een kandidaat voorstelde en dat ik daarbij niet aangaf van, joh, dat is voor deze vacature en voor deze opdrachtgever. Dus hij wordt hierbij nog niet automatisch gekoppeld aan de vacature. Dat staat nog wel op een wenslijstje dat we een keertje willen dat zeg maar wel mogelijk is. Maar let wel, in de meeste gevallen, voordat jij een kandidaat voorstelt aan een opdrachtgever, dan in heel veel gevallen is die al gekoppeld aan de vacature. Omdat je, omdat de kandidaat erop heeft gesolliciteerd. Of omdat je bij de kandidaat hebt gepolst, heb je überhaupt interesse in deze vacature.
Dus, maar het antwoord is dus vooralsnog nee. Ik krijg hier een andere vraag binnen. Een origineel CV aanpassen en versturen naar een opdrachtgever. Schuurt dat niet tegen frauduleus handelen met oog op privacy compliance? Ja en nee. Op het moment dat jij een kandidaat hebt en die is office manager en die verander je in CEO, dan is dat natuurlijk dan is dat volgens mij niet heel erg ethisch en niet heel erg goed. Als je het echt hebt over privacy compliance, de kandidaat heeft inzage in de gegevens die je hebt gestuurd. Dus als een kandidaat, die kandidaat heeft inzagerecht, dus die kan opvragen van hey, wat is het CV, hoe je hem hebt gestuurd naar de opdrachtgever. Maar dan vind ik dat vind ik eigenlijk sowieso wel handig, dat als jij een aangepast CV naar je opdrachtgever stuurt, dat als de kandidaat op gesprek gaat, dat je hem sowieso eventjes laat zien, hé, dit is de manier waarop ik je heb voorgesteld. Het gebeurt ook dat allemaal wijzigingen gemaakt worden in het CV en dat de kandidaat op gesprek komt bij de opdrachtgever en dat hij plots een hele andere versie van zijn CV ziet. Ja, dus, nou ja. Ik voorzie daar geen problemen in, mits je er ethisch mee omgaat. En om heel eerlijk te zijn, los van die privacywetgeving, denk ik sowieso dat als je een CV aanpast en een aangepaste versie naar de opdrachtgever doorstuurt, dat het netjes is dat voordat de kandidaat op gesprek gaat, dat hij dat CV ook ziet. Juist. Ik heb nog een tweetal vragen over Hunt en Select. Even de eerste. Kun je in plaats van een badge met e-mail ook vanuit Hunt en Select een online jobpresentatie sturen, waarop de kandidaat zelf kan aangeven of deze wel of niet geïnteresseerd is, waardoor je in de workflow direct een kopstatus kan geven aan de gekoppelde kandidaat? Nee, dat kan niet op dit moment. Maar wat wel kan, is dat je ze in batch koppelt aan de vacature en vanuit daar in batch de online jobpresentatie verstuurt. Dus het is een extra tussenstapje, laten we zeggen met 10, 15 seconden extra klikwerk. Dan kan je al die kandidaten gewoon een online jobpresentatie versturen. Dan heb ik nog En een. dan ga ik er stiekem. Oh, sorry, ja, ga verder. Ja, nee, ik wilde aangeven, weet je, als je echt serieus aan het hunten en selecten bent, dan ben je daar echt wel even mee bezig. Dus dan, ja, natuurlijk is het altijd makkelijker dat je zeg maar die 10 à 15 seconden niet hoeft te spenderen. Maar ja, op zeg maar dat hele proces van het goed searchen in je database, zal dat, nou ja, ik verwacht niet dat dat echt het verschil gaat maken. Dan heb ik hier nog een laatste vraag van René Vreeswijk. Hij zegt: ik maak een nieuwe vacature en wil dan naar de Hunt en Select fase. Ik maak een aantal criteria aan in het te maken vacature, waarvoor ik dan werf. Dan kies ik het haakje van match en zie links een aantal kandidaten. Ik kan eigenlijk het oude vertrouwde Phoenix. Ik kan er helaas geen vinger achter krijgen. Nou weet ik niet precies wat dan Oh, zegt. dat klinkt alsof René nog gebruik maakt van Phoenix. Ik denk dat we deze Lijkt eventjes wel op. zo meteen uit moeten zoeken. Want ik denk echt dat we dan eventjes, op het moment dat René zegt op deze plek krijg ik Phoenix te zien, dan denk ik dat er bij René nog iets niet goed staat. Maar dat kunnen we zo meteen wel eventjes checken. Helemaal goed. Ik ben door mijn vraag heen. Oké, helemaal goed. Nou, Martijn, dankjewel voor jouw ondersteuning. Iedereen heel erg dank voor je aanwezigheid en nou ja, de vragen en dergelijke. Heel veel succes en plezier met het gebruik van deze twee autosfunctionaliteiten. En hopelijk tot een volgende keer, tot een volgend webinar. En een hele fijne kerst. Oh ja, dat ook. Dat vergeet ik iedere keer. Hele fijne kerst. Fijne dagen en zo. Tot Dankjewel. Hoi. de volgende keer, hoi.